Hallo allemaal, hartelijk welkom bij alweer een video over laser graveren. De Arthur Laser Master 2 15 watt versie. Veel van de projecten die ik doe, veel van de video's die ik maak, komen voort vanuit ideeën die ik krijg van bijvoorbeeld YouTube gebruikers. En zo heb ik al wel eens eerder gewerkt hout in combinatie met epoxyhars. Nu had ik een box gekocht, een grote box bij de Hornbach. En die box die heeft een houten deksel, behoorlijke deksel, 30 bij 40. En dat is natuurlijk een geweldige oppervlakte om iets op te gaan lezen. Nou is dat deksel, dat is niet zo heel erg dik, want de binnenkant natuurlijk hol. Dus ik ga daarop laseren. Een afbeelding van een springkussen. Ik heb namelijk een firma in verhuur van springkussens en suikerspin en popcorn en dat soort zaken. Firma naam eronder. Die engraving moet diep genoeg gaan zijn. Als die engraving diep genoeg is, kan ik hem gaan vullen met in eerste instantie blanke epoxylak. En dat was de reden waarom bij vorige projecten bij mij de zaken over het algemeen fout gingen. Want daar ging ik gelijk met gekleurde epoxylak overheen. En daardoor krijg je wat ze noemen bleeding, oftewel het bloeden van de epoxy in het hout. Want het hout is relatief aan de zachte kant. Door het voor te bewerken met blanke epoxy, krijg je als het ware een harde laag op die plek waar je dan straks gaat werken met de gekleurde epoxy. En ik kan er gelijk bij zeggen, gekleurde epoxy verwerken is ook niet al te makkelijk. Want je krijgt echt niet precies die randjes gevuld zoals jij dat wilt. Maar wat je wel kan doen, is het zeg maar dusdanig vullen zoals jij de kleuren mooi vindt. Hè? Dus mengen van kleuren en dat soort dingen. En als dat dan klaar is, er met een schuurmachine overheen. Het enige is, en dat zeg ik gelijk, in de video's die ik gezien heb, werden vooral gebruikt verschillende soorten schuurpapier. Dat heb ik niet. Dus ik ga het met één soort schuurpapier doen. Als dat geschuurd is, dan zou dus eigenlijk de excess, de overwaarde van de epoxyhars zou eraf moeten zijn. Dus dan zou eigenlijk alleen maar de gravure zichtbaar moeten zijn. En het dan afwerken met houtolie. Dat ga ik doen. Ik ga hopen dat het dit keer lukt. Het maakt verder niet uit hoor. Als die box mislukt, dan lig ik helemaal niet zo wakker van. Dat is niet zo erg, het is maar een deksel. Maar we gaan dus hopen dat we hier straks een mooie gekleurde afbeelding op krijgen. Die we gedeeltelijk gelezen hebben. En gedeeltelijk aangevuld hebben met epoxyhars. We gaan beginnen. Het ontwerp ga ik je verder niet laten zien. Lightburn, daar komen voor mij voldoende video's van uit om je dat te laten zien. Dat ga ik niet laten zien. Ik ga wel proberen de gravure diep te krijgen. Dus niet er doorheen te gaan, maar wel diep te krijgen. Zodat ik ook ruimte heb straks om de epoxyhars in te laten gaan. Nou, we gaan het zien. Alvast veel plezier. Voor deze doelstelling mijn bed iets moeten verhogen, beter gezegd mijn laser iets hoger moeten zetten. Vast wel eens een keer al een video van mij gezien waarin ik deze gele soort Lego stenen gemaakt heb. En dat heb ik toen de tijd gedaan voor mijn rotary roller, want die moet hoger staan. Nou, in dit geval helpt dat, want daardoor kan ik ook op de goede hoogte op deze plaat terechtkomen. Oké, we gaan beginnen met het laseren van de afbeelding. Nou, hier zien we dan hoe die aan het laseren is. En ik heb al even gevoeld, ik moet zeggen dat ik al een behoorlijk diepe imprint heb. Het kan best wel eens zijn dat ik niet eens nog een tweede keer eroverheen ga. Dat één keer voldoende is. Het kan ook wel zijn dat ik het wel doe, maar dat zie ik nog wel eventjes. Het ziet er in elk geval al heel goed uit. Er is één dingetje wat een beetje vervelend en raar is. En dit heeft niks met mijn ontwerp te maken. Dit heeft iets te maken met die Arthur Laser Master op dit moment. Ik heb geen idee hoe het kan. Het ontwerp is zo gemaakt dat die eigenlijk die plaat in de breedte zou liggen. Maar bij het kaderen van het object leek het erg ver naar rechts te gaan. En het is de reden geweest waarom ik uiteindelijk de plaat van in een horizontale ligging in een verticale ligging geplaatst heb. En nu komt de afbeelding dus erg ver naar links te staan. En dat terwijl het kadreren dat niet aangaf. De kader gaf dat niet aan. Die gaf keurig in het midden van de plaat aan. En niet zeg maar zoals die nu staat. Dus dat is een probleem met die Arthur Laser Master in dit geval. Ik heb geen idee, maar ook voor de eerste keer meegemaakt. Dat die zeg maar niet het kader trekt waar die het moet trekken. Hoe dat komt weet ik niet. Misschien heeft het te maken met het feit dat dit keer het kader erg groot was. Want dat was een beetje de breedte van het printbed. Omdat die dus 40 centimeter
breed was. Ja, in dit geval dus in de lengte. En dat is precies de breedte van het werkbed. Het kan daarmee te maken hebben. Nou goed, verder voor het project maakt het niet zoveel uit. Maar de afbeelding komt dus niet in het midden te staan. En dat heeft alles te maken met het feit dat die ortholasermassa dat niet goed verwerkt heeft. Verder gaat het goed. En gaan we zien of ik hier nog een tweede keer overheen wil zometeen of niet. Uiteindelijk heb ik het toch 2 maal gelezerd. Dat is om wat meer diepte dus te krijgen. Die diepte die is behoorlijk. Volgende wat ik ga doen. Ik ga daar met een schuurmachientje overheen. Een roterende schuurmachine. Dat is meer om de brandranden een beetje te verwijderen. Daar ga ik je niet laten zien op de video. Dat is schuren. Simpelweg zoals je altijd schuurt. Direct daarna doe ik het met een compressor schoonspuiten. Zodat het stof daar weg is. En dan ben ik bij je terug, want dan gaan we beginnen met de epoxyhars. Om goed met epoxy te kunnen werken, zullen we de epoxy ook echt goed moeten afmeten. Mijn epoxy bestaat over het algemeen uit 2 componenten. Een A- en een B-component. De B-component is de hardener. In mijn geval is het 1 deel van de epoxy en 1/2 deel van de verharder. Dat betekent als je 5 gram epoxy neemt, moet je 2,5 gram verharder nemen. En dat moet je dan roeren en dat kun je dan verwerken. Dus wat ik ga doen, ik ga mijn weegschaaltje aanzetten. Ik zet daar het bekertje op waarin we gaan mengen. Die heeft 2 gram. We doen talen, dat wil zeggen dat hij ervan afgetrokken wordt. Hij staat nu op 0 gram. Maar wat ik ga doen, misschien 15 gram. Dus 10 van de een, 10 van de ander. Dat is ongeveer wat we gaan doen. Dus ik pak flesje A. Nou, we moeten er een heel klein beetje bij. Ik heb 9 gram nu. En dit was het. Nu staat hij op 11. Dus het moet 5, net iets meer dan 5. Ongeveer 5 gram. Het luistert wel redelijk nauwkeurig hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar helemaal 100% krijg je het toch niet. Het zit nu op 13. En nu zitten we op 15 gram. Zo. Je ziet, ik heb een handschoen aan. Dat heb ik bewust gedaan, want epoxy is smerig spul. En ik ga het rustig verroeren met elkaar. Je hoort geluid op de achtergrond, dat zijn de buren. Geen zorg. Verwerkingstijd is ongeveer 20 minuten. In dit geval is dat genoeg. Zo. En dan gaan we nu met een kwastje de epoxy aanbrengen. Eigenlijk moet ik de handschoen even in mijn andere hand, dat is denk ik beter. Want daar ga ik het containertje mee vasthouden. Dus even omruilen. Zo. Handschoentje naar de andere kant. Dat is denk ik beter in dit geval. Zo. Pakken het kwastje, zo'n schuimkwastje. Ken je misschien wel. En we gaan simpelweg de omgeving van ons object met blanke epoxy invrijven. Waarom de omgeving? Als we morgen, want dat kan pas morgen, want het heeft een hardingstijd van ongeveer een uurtje of 12. Maar als ik morgen dus bezig ga met de andere epoxy, dus met de kleurtjes, dan wat je dan gaat krijgen is dat je een beetje rommelig gaat werken, want dat is vrij lastig in zo'n klein object om met kleurtjes te werken. Effect daarvan is dat dan die kleurtjes gaan bloeden in je hout. En om dat nou te voorkomen, om dat bloeden te voorkomen, daarom doen we dit. Daarom doen we eerst blanke epoxy, zodat we een dichte laag krijgen. En die doen we dus om het hele object heen, zodat we ook bij knoeien geen last krijgen van dat dat dus het hout gaat beïnvloeden straks en hoe het er straks uit komt te zien. En als ik dit gedaan heb, ja, dan is het eigenlijk een dag wachten. Daar komt het een beetje op neer.
Maar we moeten dit wel even goed doen, dus we gewoon even flink eromheen werken. Zodat die epoxy ook overal zit. Om ons object heen, maar ook zometeen door de sleuven van de laser. Dus waar de laser gelaserd heeft, dus door die letters hier bijvoorbeeld. Dat moet allemaal heel goed gedaan worden. En de eventuele excessen worden morgen dan, of overmorgen eigenlijk, dat wordt overmorgen, want morgen gaan we dan dus de kleuren doen. Dat moet ook weer zoveel uur harden. En daarna gaan we het dan met een schuurmachine weer terugschuren. Zodat we zeg maar eigenlijk alleen de sneden hiervan overblijven en dan in de kleuren waarin we de epoxyhars hebben aangebracht. Nou, dit ziet er op zich goed uit. Nu gaan we dus even kijken dat die letters en alles allemaal goed gevuld zijn. Maar ik wil hem ook niet te diep gevuld hebben. Dus met andere woorden, we gaan het er ook weer een beetje uithalen. Het gaat meer erom dat al die sleuven ook gevuld zijn geweest. Nou, ik denk dat we genoeg epoxy gebruikt hebben. Er zit ook niet zo heel veel meer in nu. Even kijken dat het niet te diep zit allemaal, zodat er eventueel wat te diep is dat we dat eruit kunnen halen. Want straks moet hier natuurlijk de gekleurde epoxy in. En hoe meer ruimte we in die sleuf hebben, hoe beter dat is. Want hoe meer mogelijkheid dat die epoxy zich ook gaat settelen in die sleuf. En dat is dan ook precies dat waar ik naar op zoek ben op dit moment. Zo. Hier bij deze heb ik het een beetje te veel erin gedaan. Maar goed, nogmaals, het is een sponsje, dus je kunt eigenlijk ook een beetje eruit sponsen. En dat doe ik dan maar in de lettertjes ernaast. Om een zo goed mogelijke dekking te krijgen. Met epoxy, maar toch zeg maar die openingen in die lasergraveersleuf die open te houden. Want die gaan dus belangrijk zijn als we met kleuren aan de gang gaan. En nogmaals, het effect van wat we hier dus doen is vooral om ervoor te zorgen dat straks aan de zijkanten van datgene wat we hier gemaakt hebben, we niet te maken krijgen met een enorme hoeveelheid bloedende kleuren. Zeg maar. Bloedende kleuren zijn kleuren die het hout van een andere kleur gaan voorzien en dat willen we natuurlijk niet. En dan zijn we zo'n beetje klaar met dat project, zover voor vandaag. Even heel voorzichtig met de kwast, dat het niet te dik erop zit. En voor nu maakt dat niet zoveel uit, maar morgen als we ook met kleuren aan de gang gaan, dan gaan we ook nog met een hete luchtgun eroverheen om eventuele luchtbubbels eruit te halen. Dat is niet zo belangrijk, want uiteindelijk wordt het meeste afgeschuurd. Straks weer. Dus dat is niet zo'n heel heftig probleem. Nou, lieve mensen. Dit was het voorzien van de epoxyhars. Zodat we in feite klaar zijn voor het echte werk. Maar daarvoor zal het moeten gaan drogen. En daar moeten we dan dus maar op wachten. Goed, daar gaan we nog een keer. We gaan weer opnieuw nu met de epoxyhars aan het werk. Alleen nu gaan we de sneden van kleuren voorzien. En daarvoor beginnen we weer eerst het bekertje te plaatsen op de weegschaal. Dat met tare op 0 te zetten. Dan gaan we de hoofdcomponent van de epoxy erin doen. In dit geval ga ik kiezen voor een 15 grammetjes. Even kijken hoe dat gaat natuurlijk, maar iets meer. Oh, een beetje veel geworden. Dus deze kleur wordt
iets meer. Dit wordt 18 gram plus dan dus 9 gram van de verharder. En dat is in dit geval best lastig, want het past maar net. Dus ik ga hem even vanaf de weegschaal halen. De weegschaal kan even uit. Even weggezet worden, anders gaat die kapot misschien. Dan gaan we beginnen met de kleur blauw. Dat is het eerste wat ik ga doen, dus ik ga blauw toevoegen. In eerste instantie maar eens twee schepjes. Moet je er wel in gooien, niet ernaast natuurlijk, dat snap je. Maar dat doen we zo wel even op een andere manier. En dan gaan we roeren. En dat moeten we heel rustig doen helaas, want het bakje is erg vol. Ondertussen wat meer blauw hier weghalen. Nou, dit is zeker nog niet blauw genoeg, dus we gaan meer blauw toevoegen. Een beetje aan het drommelen vanmorgen, zoals je ziet. En ik wil een mooie diepe blauw hebben. Goed mengen, dat is het geheim van epoxy. En ik denk dat we nu een goede blauw hebben. Even bijroeren nog. Nou, en wat we dan gaan doen, dan gaan we dus de vormen vullen. En daar ga ik mee beginnen. Heel voorzichtig. En dit wordt een kliederboel, dat weet ik nu al. Delen van deze vorm moeten gevuld worden. Even kan doen is eventjes het schepje erbij halen. Zo, dan hebben we deze kant in elk geval van het figuur gevuld. En dan is het bij epoxy zo dat er altijd resten overblijven. En wat ik daarmee ga doen, dat ga ik je laten zien. Ik weet nu ook al dat 15 gram, of in dit geval 18, veel te veel is. Maar wat ik ga doen, ik ga een gietvormpje erbij pakken. We hebben ook gietvormpjes.
In dit geval met letters. En daar ga ik het een en ander in gieten. Het restant wat ik heb, dat gaat hierin terechtkomen. En daarmee is de eerste kleur een feit. Nou, zo ga ik ook de andere vier kleuren doen. Als het klaar is, dan kom ik weer bij je terug. We gaan zien hoe dat eruit komt te zien. Als je ziet, kleuren zijn aangebracht. Het is tamelijk ruig gebeurd. Het zijn ook een beetje licht doorzichtige kleuren. Dit moet ik nu uitharden. Dat gaat ongeveer 24 uur duren. En dan kan ik het met een schuurmachine bijschuren. En dan gaan we uiteindelijk kijken wat het eindresultaat gaat zijn. Ik vind de kleuren wat doorzichtig en een beetje doorlopend geworden vandaag. Maar ja, goed. Ik ben ook geen kenner van epoxyharsen. En het zijn maar experimenten. Dus we gaan zien hoe dit gaat uitpakken. Het is allemaal gedroogd. En nu gaan we met de schuurmachine eroverheen om het overtollige, en dat is nogal wat zoals je ziet, overtollige epoxy eraf te schuren. Gezien de kleuren denk ik niet dat het echt heel mooi gaat worden. Het was beter geweest als ik kleuren had genomen die werkelijk solide kleuren waren geweest. Dus niet zeg maar een beetje doorzichtige kleuren zeg maar. Desalniettemin gaan we het toch proberen. Gaan kijken hoe dat uit gaat pakken. Overigens nog één dingetje. Ik had aangegeven ook nog met een warme lucht kanon hier overheen te gaan om de bubbels eruit te halen. Maar dat is duidelijk niet nodig geweest. En dat is ook de reden waarom het niet gebeurd is. Ik ga er nu met de schuurmachine overheen. Ik ga dat niet laten zien. Dat geeft alleen maar een hoop herrie. En een hoop vuiligheid. Ik kom bij je terug als dat gebeurd is. Zo, lieve mensen. De laatste activiteit op deze deksel. Nadat ik hem helemaal geschuurd heb. En dat was werkelijk een flinke job. Dat kan ik je vertellen. Ik vrees, dat gaf ik al een beetje aan, dat zeg maar door de doorzichtige kleuren de kleuren een beetje weg zijn. Maar misschien poppen ze het nog uit. Je kunt wel zien dat ze er zijn, alleen je ziet ze niet echt geweldig. Ik ga dit met meubelolie insmeren. Ik ga in dit geval een nieuwe olie gebruiken die ik gekocht heb. Eikenmeubelolie. Ik had al noten, ik heb antiek, ik heb ook al antiek was. Maar we gaan een eikenolie gebruiken en dat gaan we er overheen smeren. Over de hele plaat natuurlijk, ook over het gedeelte wat niet gelezen is, logischerwijze. Want anders ga je verschillen zien. En dan hoop ik dat er nog wat kleur tevoorschijn komt. En dat komt er ook wel een heel klein beetje. Moet ik zeggen, dat valt er nog wel mee. Ik zal zo meteen wat nadrukkelijker die naden nog proberen schoon te maken. Maar het eerste wat ik doe is eventjes de hele plaat even voorzien van die eikenolie. Kunt hier natuurlijk allerlei dingen voor gebruiken. Hè? Was, tiekwas, weet ik veel. Bedenk het, allerlei wassen. Zelfs bijenwas volgens mij zou ook bruikbaar moeten zijn. Het ruikt namelijk wel lekker, dat is één ding wat zeker is. Ik ga ook even de zijkanten meenemen, dat ga ik gelijk even doen. Zo, dat was één. En dat is twee. Even wat meer olie op mijn doekje. Ze maken hier buiten erg veel lawaai, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar werklui. Je zou zeggen, ga werken. Nou, mag ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Dus ik doe dat ook niet. En dan gaan we nog een keer de plaat inolieën. En nou ga ik proberen even nog die teksten wat meer in de olie, kijken wat daar uit de voorschijn komt. Het is nou van mooi glad. Dat kan ik zo zeggen. Dat is het effect van dat
schuurwerk natuurlijk. Ja, het zijn niet de heldere kleuren die we natuurlijk gehoopt hadden. Nogmaals, ik had wat minder doorzichtig. Ik had dus dikker moeten mengen met die metallic poeder in de epoxy. En een ander dingetje denk ik, want dit krijg je toch een heel klein beetje, dat heb ik al wel eerder gemerkt, is dat de epoxy heeft de neiging om in elkaar door te vloeien. Dus misschien eentje gieten en dan pas 2 uur later de volgende gieten, want dan krijg je daar wat minder last van. Dan is de eerste namelijk al een beetje aangedikt en dat zou dan misschien nog een wat beter resultaat geven. Dat is al niet te min. Ben ik niet ontevreden. En ik zal dat even laten zien. Ik ga even iets dichterbij met de camera. En ik ga even ook de camera omdraaien. Zo. Even kijken of jullie dat nog zien. Ja. Dan zeg ik van, ik zie toch paars, roodachtige en groene kleuren, zelfs een klein beetje blauw. Valt me toch niet heel erg tegen. Het fraai resultaat geworden. Je ziet nog wel de rand een beetje waar, zeg maar, die epoxy laag gesmeerd had. Dus de volgende keer, dat is ook een tip, om de hele plaat die blanke epoxy laag te geven. Niet alleen de regio waar je gaat werken. Krijg je toch nog iets beter resultaat van, denk ik. Maar al met al ben ik niet ontevreden. Deze methode werkt dus. En is best heel fraai geworden. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.